Het nieuw bestuur van de politieke partij BEP heeft op donderdag haar eerste bestuursvergadering gehouden. Het nieuw bestuur telt 19 leden met als voorzitter Ronnie Asabina, eerste ondervoorzitter RO-minister Edgar Dikan, tweede ondervoorzitter Andy Aboykoni, eerste secretaris Paul Misijan en penningmeester Monique Pintou. Het nieuw bestuur heeft hoofdzakelijk gesproken over het uitvoeren van een 60-dagen-plan, vooruitlopend op de viering van het 45-jarig bestaan van de partij op 29 april 2018. Dit zei BEP-voorzitter Ronnie Asabina in een exclusief interview met de nieuwsdienst van People Radio. We hebben een traject uitgezet, welke wij sowieso moeten invullen met activiteiten, met de bedoeling om een climax op 29 april aanstaande te bereiken. Hoogtepunt is dat we sowieso een feestvergadering gaan hebben. Ik moet zeggen, wij vinden het jammer dat in de nieuwsmedia heel veel negatieve zaken, de partijragende zaken zijn gegooid na de bestuursverkiezing. Maar ik moet u zeggen, we hebben heel veel positieve reacties gehad. Mensen die de partij de rug hadden toegekeerd, bereid zijn en een deel al intussen hebben gezegd van nee, ik maak deel uit van de BEP-familie. Dus op die dag willen wij een manifestatie hebben. Partij een nieuw feestlicht geven. Volgens Asabina is de verstoorde interne communicatie binnen de partij een van de belangrijkste redenen geweest voor het kiezen van een nieuwe BEP-voorzitter. Er is gekozen voor een nieuwe voorzitter omdat men vindt, sowieso de partij heeft heel veel potentie, maar men zag de groei van de partij niet. En er is heel veel werk met betrekking tot interne zaken van de partij op het gebied van de intermenselijke relatie, de sociale relatie, maar ook op het gebied van de mobilisatie. In feite, dat is in belangrijke mate doorslaggevend geweest voor de achterban om te zeggen van nee, er moet een andere wind gaan waaien, want die communicatielijnen moeten we echt gaan opschonen en actualiseren. We gaan intern evalueren en het probleem waar tegen men aankijkt in belangrijke mate heeft meer te maken met de interne partijzaken. En daar gaan wij echt hard tegenaan gaan om zaken gezond te krijgen. En nog een punt, en het gaat erom van de communicatie. Als die communicatie stroef is, dan creëer je voedingsbodem voor ontevreden leden. En daaraan werken om die communicatie gezond en actueel te houden. We moeten niet over het hoofd zien dat de BEP weliswaar meerdere keer verantwoordelijkheid draagt. Meneer Asabina, hoe denkt u dat het zover heeft kunnen komen dat de communicatie intern zo verstoord is geraakt? Welke factoren hebben jullie geïdentificeerd? Het heeft te maken met de approach, de wijze waarop het bestuur zich de afgelopen periode heeft geprofileerd. Ik heb tijdens mijn speech ook aangegeven dat we als partij dat moeten onderkennen. En eigenlijk het geen tijd meer is om de vinger te wijzen. Het is een collectieve verantwoordelijkheid. We moeten ook aan zelfreflectie doen. En het is belangrijk dat als we met z'n allen onderkennen, want dat is ook wat we zien en wat we aanvoelen, dat er een verandering moet komen in termen van verbetering. En dat is een belangrijke stap voorwaarts. Want als je een probleem wil oplossen, je kan het niet constateren wat het probleem is. Dan heb je een groter probleem. Wij hebben kunnen constateren dat we heel veel moeten doen aan de communicatie.